Ja, voorzitter, dank u wel. Economische zaken gaat over economische groei die welvaart en banen oplevert. Nederland telt al ruim 600.000 werklozen en 400.000 mensen zitten in de bijstand. En de grootste groep betreft de groep niet-westerse allochtonen. Met het open grenzenbeleid van dit kabinet en de huidige massale immigratie zal het beroep op de bijstand de komende jaren alleen maar toenemen. Van iedere 2 bussen met immigranten die Nederland binnenkomen, zal minimaal 1 bus in de bijstand terechtkomen. En de minister heeft afgelopen week op de tv gezegd dat hij ook vindt dat de massa-immigratie slecht is voor onze economie. Maar helaas bleef het bij deze constatering en kwam de minister niet met oplossingen. Mijn vraag aan de minister is, uit welk onderdeel van de begroting moeten wij afleiden dat hij de massa-immigratie inderdaad een serieus probleem vindt voor onze economie? En welke maatregelen staan er in de begroting om dit probleem op te lossen? De oplossing van de PVV is bekend. Sluit de grenzen. Australië doet het, Hongarije doet het. Laten we het als Nederland ook doen. Yes, we can, zou ik zeggen. Massa-immigratie draagt niet bij aan economische groei. De Duitse minister van Arbeid heeft op basis van steekproeven geconstateerd dat 90% van de immigranten niet direct in staat is om te werken of een opleiding te volgen. Hij verwacht dat het aantal immigranten in de bijstand de komende jaren met ruim 1 miljoen zal toenemen. En Hans-Werner Sinn, een belangrijke economische raadgever van de regering in Duitsland, vraagt om verlaging van het minimumloon en vindt dat ouderen langer moeten doorwerken om de kosten van de immigratie te betalen. De reden? Immigranten zijn over het algemeen zo laag opgeleid dat ze niet productief genoeg zijn om het huidige minimumloon terug te verdienen voor hun werkgever. Tot zover de mythe van de hoogopgeleide vluchteling die onze economie komt versterken. De huidige stroom immigranten zit straks gewoon met een bijstandsuitkering achter de geraniums. En dit staat haaks op de door ons gewenste economische groei, welvaart en banen. Welke maatregelen neemt deze minister van Economische Zaken om dit te voorkomen? Graag horen wij de plannen, want tot op heden blijft het wel heel erg stil op het ministerie van Economische Zaken. Ik zie dat mevrouw Van Veldhoven wederom een interruptie wil plaatsen. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Mevrouw Klever maakt zich zorgen over het feit dat mensen met een uitkering thuis komen te zitten. Hoeveel geld is de PVV dan van plan om te investeren in het opleiden van mensen, zodat zij volwaardig kunnen gaan deelnemen aan de Nederlandse economie, als ze hier eenmaal zijn? Voorzitter, de PVV maakt zich inderdaad zorgen over de 600.000 werklozen en de tienduizenden immigranten die maar naar binnen gehaald worden door dit kabinet met steun van bijna de gehele Kamer. En wij constateren dat er geen banen voor die mensen zijn. En om banen voor die mensen te creëren, om banen te krijgen voor de 600.000 werklozen die we hebben, hebben we belastingverlaging nodig. Zodat bedrijven weer concurrerend worden. Belastingverlaging voor burgers, zodat burgers weer wat meer koopkracht hebben, zodat ze dingen gaan kopen. En bedrijven dus weer kunnen groeien. Dat is wat we doen. Geen banenplannetjes van het kabinet, maar gewoon lage belastingen, zodat we de economische groei daarmee kunnen stimuleren. Ja, voorzitter, maar met een banenplan of met een lastenverlaging heeft diegene die thuis zit nog niet opeens een betere opleiding. En nou houdt mevrouw Klever net een heel betoog over dat die mensen niet goed zijn opgeleid en dat ze daarom niet aan het werk komen. En vandaar mijn vraag. Wat gaat de PVV er dan aan doen om ervoor te zorgen dat wanneer die banen eenmaal ontstaan door die lastenverlaging die kamerbreed gesteund wordt, dat die mensen ook een opleiding hebben waarmee ze dan aan de slag kunnen. Dus hoeveel is de PVV dan bereid om te investeren in de opleidingen van die mensen, zodat ze ook aan de slag kunnen en niet thuis hoeven te blijven zitten? Voorzitter, de PVV is absoluut niet bereid om te investeren in de opleidingen van de immigranten die nu ons land binnenkomen. Die immigranten, en dat zei ik net op basis van steekproeven, 90% wordt niet geacht in staat te zijn om te werken. Daar, weet je, de PVV die wil de grenzen sluiten. D66 wil de grenzen wagenwijd openzetten voor die kansloze immigranten. Zodat we naast die 600.000 werklozen nog eens een keer tienduizenden extra werklozen bij krijgen. Dat is het beleid van D66 en dat vinden wij zeer onverstandig, want dat zorgt alleen maar voor economische teruggang. Voorzitter. U vervolgt uw betoog. Ja. Ik heb het geluid even iets zachter gezet. Gaat u verder. Ja.
Voorzitter, terwijl het doodstil blijft als het gaat om de vraag hoe we economische groei en de stroom laag opgeleide immigranten met elkaar in overeenstemming brengen, besteedt de minister wel heel veel tijd aan het energievraagstuk. Duurzame energie is voor dit kabinet en deze Kamer kennelijk belangrijker dan een duurzame samenleving. De bezwaren van de PVV tegen het huidige energiebeleid zijn bekend. Het beleid kost veel geld, gaat ten koste van de werkgelegenheid, werkt niet en de rekening wordt wel erg eenzijdig afgewenteld op de laagste inkomens. Nederlanders betalen volgens het CBS jaarlijks 24 miljard euro aan milieuheffingen en belastingen. Dat is ruim 1400 euro per Nederlander per jaar, inclusief baby's en hoogbejaarden. Daarmee behoort Nederland tot de koplopers in Europa. De oplossing is dus niet nog meer subsidies en nog meer belastingen, maar beter beleid. Schrap die peperdure windmolens op zee en schrap die nare duurzame energiedoelstellingen. De sleutel voor vooruitgang is innovatie die leidt tot economisch rendabele oplossingen. Het huidige beleid subsidieert economisch onrendabele oplossingen die vervolgens een rem zetten op echte innovatie, omdat ze leiden tot lastenverhogingen die het ondernemingsklimaat aantasten. Je hebt niets aan groene oplossingen als je niet de brug kunt slaan tussen groen en economie. En die brug heet innovatie. En wat de PVV betreft stimuleer je die innovatie het best door belastingen te verlagen. Innovatie laat zich niet van bovenaf sturen en geld dat ondernemers aan de Belastingdienst kwijt zijn, kunnen ze immers niet meer besteden aan innovatie. Schrap dus die fiscale innovatieregelingen en geef in ruil hiervoor alle bedrijven belastingverlaging. Voorzitter, Nederland staat nummer 5 op de lijst van de meest concurrerende economieën, aldus het World Economic Forum. Dat is dus 4 plaatsen lager dan de nummer 1 en het roept de vraag op wat die nummer 1 beter doet dan Nederland. Die nummer 1 is Zwitserland. Zwitserland is geen lid van de EU en geen lid van de eurozone. Terwijl Nederland in haar vooruitgang wordt belemmerd door de bureaucraten in Brussel, kan Zwitserland snel handelen om haar economie concurrerend te houden. Zwitserland heeft een vrijhandelsverdrag gesloten met China. Nederland kan alleen maar lijdzaam afwachten wanneer het de Europese Commissie behaagt om werk te maken van economische groei. En terwijl de landen rondom de Pacific een vrijhandelsverdrag sluiten dat 40% van de wereldhandel beslaat, is Nederland afhankelijk van Brussel dat nog niet in staat is om Griekenland ertoe te bewegen haar eigen grenzen te bewaken. Europa is een blok aan het been. Als wij de nummer 1 willen worden op de lijst van concurrerende economieën, en wat de PVV betreft worden we dat, dan moeten we het voorbeeld van Zwitserland volgen uit de EU en uit de eurozone. En de heer Bosman van de VVD raad ik aan om het Nexit-rapport van Capital Economics er eens op na te slaan. Ja, ik heb nog een klein stukje, maar ik zag een interruptie. Zal ik het even afmaken, voorzitter? Doe dat maar. Voorzitter, afsluitend, deze minister besteedt te veel tijd aan de duurzaamheidshobby van deze Kamer, maar heeft te weinig aandacht voor de grote uitdagingen waar onze economie voor staat. De hoge werkloosheid, de massa-immigratie en het versterken van de economie. Stop met de focus op duurzaamheid en zorg voor een goed ondernemingsklimaat met lage belastingen, minder EU en goed opgeleide mensen. Dank u wel. De heer Jan Vos had een interruptie, maar ik had de indruk over de algemene strekking, dus ik wacht even tot het eind. Gaat u gang. Voorzitter, ik denk dat het alleen in een van de meest welvarende landen ter wereld is, met een zo prachtige democratische traditie als Nederland, dat je de gelegenheid krijgt om zo lang zoveel stellingen in te nemen die zo pertinent onwaar zijn. Ik heb bijna onder mijn bankje gelegen van het lachen, als het niet zo triest zou zijn. Want dat we niet op nummer 1 staan, maar op nummer 5 van de kleine 200 landen in de wereld, mevrouw Kleven, zeg ik via de voorzitter, dat betekent toch niet dat we maar uit de Europese Unie moeten gaan? Of wilt u liever verhuizen naar Congo, of naar Zuid-Afrika, of naar Vietnam, of misschien naar Noord-Korea? Want met uw stijl zou u daar waarschijnlijk heel erg goed doen. Of wel soms? Ja, voorzitter, ten eerste de constatering van alles wat onwaar zou zijn wat ik zou zeggen. Ik nodig de heer Vos uit om te zeggen wat er precies onwaar is, want er is niets onwaar aan mijn verhaal. En ik constateer dat als je een beetje ambitie wil hebben, als je de nummer 1 in de wereld wil worden, hè, en daar vind ik gelukkig de VVD aan mijn zijde, want die wilde ook stijgen op dat ranglijstje van de World Economic Forum. Als je de nummer 1 wil worden, dan moet je kijken wat die nummer 1 heeft wat wij niet hebben.
En dat is Zwitserland. En Zwitserland heeft een vergelijkbare economie qua grootte als Nederland. Dus ik snap niet waarom wij die ambitie niet zouden kunnen hebben. Ik begrijp dat de heer Vos van de PvdA die ambitie niet heeft. Die wil alleen maar economische neergang. Die haalt alleen maar massa's onopgeleide immigranten hierheen, die vervolgens in de bijstand achter de geraniums zitten. Maar wij hebben de ambitie om economische groei te krijgen, om de beste van de wereld te worden, om banen te creëren voor die 600.000 mensen die nu werkloos zijn. Voorzitter, we willen allemaal vooruit in het leven. En het nastreven van geluk, dat is iets universeels. En dat geldt des te meer voor mensen die in een heel ellendige situatie zitten. En het is natuurlijk onwaar dat de mensen die hier naartoe komen, dat dat economische gelukszoekers zijn. En als u denkt dat dat wel zo is, dan stel ik voor dat u een keer werkbezoek brengt aan Syrië, om daar te gaan kijken hoe de situatie ter plekke is. En dan kijk ik graag via Facebook en via Twitter mee hoe dat u daar die mensen te woord staat die volgens u een economische immigrant zijn. Ik vind het werkelijk te bizar voor woorden dat u de mensen die vluchteling zijn, die oorlog en ellende ontvluchten om hier naartoe te komen, op deze manier wensen te bejegenen. En het is ook bizar dat u zegt omdat Zwitserland een paar plekjes hoger staat op een ranglijstje, dat we daarom uit de Europese Unie moeten gaan. En dat u al die andere landen in de wereld waar het zo'n ellendige situatie is, waaronder Syrië, misschien is dat dan een goed plekje, die ook niet tot de Europese Unie behoren, daarbij eventjes volstrekt negeert. Dat is geen voorbeeldje van wel een kazaal verband, maar geen correlatie. Maar het is een voorbeeldje van ik denk helemaal niet na, ik roep maar wat. Vindt u ook niet, mevrouw Klever, vraag ik via de voorzitter. Voorzitter, als al die immigranten zouden vluchten voor oorlog, dan zouden ze in Turkije gebleven zijn. En dan zouden ze niet 6, 7, 8 veilige landen doorgestoken zijn naar Nederland, waar ze een uitkering en een huis wacht. Ik zag de heer Dijkgraaf zich melden voor een interruptie. Dank u wel, mevrouw, meneer de voorzitter. Meneer Elias is duidelijk, meneer de voorzitter. Kent mevrouw Klever het artikel in het Financieel Dagblad Zwitsers lijden onder sterke frank? Nou, het specifieke artikel weet ik niet of ik dat ken, maar ik begrijp waar de heer Dijkgraaf op doelt, dat Zwitserland nu last heeft van de sterke frank. Dat klopt, dat is ook zo. Maar ik constateer ook dat sinds Nederland lid is van de eurozone, de economische groei in Zwitserland elk jaar hoger was dan de economische groei van Nederland. Maar voorzitter, erkent u ook dat de export gekrompen is dit jaar door die sterke frank? Dat de werkloosheid gestegen is, dat de problemen in Zwitserland toegenomen zijn. Ze krabbelen gelukkig er wel weer uit. Mijn kenvraag is eigenlijk van jou, mevrouw Klever, die koppelt dat aan euro versus frank. Volgens mij moeten we focussen op dat lijstje. Zij staan op nummer 1 qua innovatiebeleid. Dat heeft niet zoveel met die munt te maken. Dat betekent dat zij nog beter beleid hebben dan wij. Ja, voorzitter, er is natuurlijk nooit één oorzaak waarom iemand op nummer 1 staat. Het is altijd een combinatie van factoren. Maar wij hebben dat gelukkig laten uitzoeken door het bureau Nexit van Capital Economics. Die hebben dat allemaal keurig uitgezocht. En natuurlijk heeft Zwitserland ook problemen, dat ontken ik niet. Maar ik constateer ook dat de werkloosheid in Zwitserland 3,5% is. Dat is een stuk lager dan hier. Dat de welvaart een stuk hoger is in Zwitserland. 1 op de 10 Zwitserse gezinnen is bijvoorbeeld miljonair. Hun economie heeft altijd harder gegroeid dan die van ons. Dus tuurlijk heeft Zwitserland problemen, maar Zwitserland doet het in alle opzichten beter dan Nederland. En dat komt omdat wij in de EU zitten en dat is een blok aan ons been. Zij kunnen gewoon een vrijhandelsverdrag met China sluiten en vrijelijk handel drijven. Wat wij hebben is een Europese Unie. Hè, en dit kabinet wil duurzaamheid. En wat doet de Europese Unie? Die legt importheffingen op uit de zonnepanelen uit China. Dus dat is allemaal contraproductief. Dus ik zou zeggen, lees dat rapport van Capital Economics ook eens een keertje. Dan zult u zien dat er nog niet zulke rare dingen in staan ook. Ja, voorzitter, er was een mooie initiatief inderdaad van de PVV om dat rapport naar voren te brengen. Maar ik ben in ieder geval blij dat mevrouw Klever het nu verbreedt naar een heel scala van dingen. Want het leek even in haar interruptie die zij straks deed en nu in haar betoog, dat het enkel door een munt zou komen. Nou, mijn stelling is dat het veel meer met beleid te maken heeft, verstandig beleid. En dat we wat dat betreft van Zwitserland kunnen leren. Voorzitter, ik ben blij dat ik de SGP op mijn weg vind dat we van Zwitserland kunnen leren. En daarmee was u gekomen aan het eind van uw betoog, had ik de indruk. Ja, zeker. En mag ik het woord geven aan de heer Graus, ook van de PVV. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Meneer de voorzitter, vorig jaar vroeg ik de minister van Economische Zaken om de economische schade door het verbannen van Zwarte Piet te onderzoeken. De minister heeft er zelfs nog een droom over gehad diezelfde nacht. Hij heeft over mij gedroomd, meneer de voorzitter, dat ik Zwarte Piet was. Dat is gelukkig geen nachtmerrie geworden, maar dat heeft hij hier nog verteld. Maar wat is de economische waarde van Zwarte Piet, was mijn vraag. Dit jaar vraag ik hem daarnaast, want ik heb nooit antwoord gekregen op die vraag, en de MKB worstelt ermee met Zwarte Piet. Wat kosten alle vluchtelingen ons land daadwerkelijk? Want de minister waarschuwde ervoor, hè? Hij heeft zelf gezegd in een programma dat de vluchtelingenstroom niet goed is voor onze economie. En de fractievoorzitter van de VVD die zegt zelfs dat het een acute bedreiging vormt voor de Nederlandse welvaartsstaat. Ik heb het zojuist gezegd tijdens een interruptie. Welke schade brengt onze economie toe? En hoeveel miljoenen moet daar hierdoor de komende jaren uit bijvoorbeeld het departement van deze minister worden gehaald? Ten koste van volk en vaderland. Welke acties gaat de minister ondernemen om bij te dragen aan alle pijlers van onze economie, economische groei en een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven ten behoeve van structuurversterking van onze economie? Laat ik mijn eigen economisch achtergestelde en aan bevolkingskrimp onderhevige Zuid-Limburg noemen, waar ik zelf geboren en getogen ben en nog steeds met veel plezier woon. Wat heeft deze regering in het algemeen en het ministerie van deze minister de dragende sectoren van de Limburgse economie als voorbeeld te bieden? En dat werd net al genoemd door mijn collega van het CDA, bijvoorbeeld Chemelot, maar ook andere, life sciences, care, nieuwe energie, logistiek, Maastricht, Aachen, Airport, allemaal zaken van nationaal belang. Limburg is een provincie en Zuid-Limburg, specifiek is gedeelte, is een provincie van nationaal belang. En wat gaat de minister daar allemaal voor doen? Daarnaast wil ik ook vragen, ik heb ooit een keer gevraagd om een ondernemersbank, een spaarbank, een nationale spaarbank, die geld in van burgers tegen een schappelijke rente en daarna kredieten gaat verschaffen aan het MKB. Dat heb ik al jaren geleden genoemd, meneer de voorzitter. Maar plots komt ONL, onder leiding van meneer Biesheuvel, die ik er 9 jaar lang nooit heb gezien als woordvoerder MKB, die gaat dan plots, die pakt het dan van mij af en plots haalt het alle kranten. Maar dat mag ik ook meeliften. Maar wat gebeurt er nou met onze nationale staarbank, die ondernemersbank? En komt er nog een fosfaatbank? Nu China geen fosfaten meer aan ons levert, een primaire levensbehoefte, en de mijnen van Marokko uitgeput beginnen te raken. We hebben het daar eens over met uw collega ook van Economische Zaken, de staatssecretaris. De PVV wil dat het kabinet zich richt op het verbeteren van het ondernemersklimaat en de concurrentiebestendigheid van het Nederlandse bedrijf en onze mainports. En over mainports gesproken, Schiphol en KLM behoren tot de grootste particuliere nationale werkgevers. KLM zit in zwaar weer door het verhaal bij Air France. Ik ga het er niet hierover uitweiden. Maar zou de minister willen onderzoeken of mogelijk een deel van de opbrengsten uit de verkoop van de ABN AMRO wordt aangewend om een aandeel van 20% in Air France KLM te nemen, zoals de Fransen dat ook hebben. En ik heb me laten vertellen dat het in de toekomst als beloning ook nog verdubbeld gaat worden tot 40%. Nou, wat let de minister? Daar had ik graag een reactie op. Bij de aanbesteding van overheidsprojecten vist het MKB vaak achter het net. Los van het feit dat overheidsinstellingen veelal voor oneerlijke concurrentie zorgen met behulp van publiek geld, bestaat er een ongelijk speelveld met buitenlandse ondernemers. Er moet niet enkel naar de prijs worden gekeken bij aanbestedingen, maar ook naar oer-Hollandse kwaliteit en degelijkheid en het gunnen aan Nederlandse bedrijven, Nederlandse MKB'ers. Buitenlands goedkoop kan duurkoop zijn, vaak. Laat dat nou wel wezen. Voorts zijn de procedures voor MKB-bedrijven soms te duur om nog mee te dingen aan opdracht. Hoe gaat de minister die referentie-eis, laat ik ze noemen, en procedures vereenvoudigen en verkorten, volgens een ooit aangenomen motie Graus trouwens nog? Wat gaat de minister doen? Ik waarschuwde hem ooit dat de franchise-nemers in de knel zitten. Toen zette de minister mij nog net niet neer als een of andere relnicht, want dat klopte allemaal niet. Maar het bleek wel terdege zo te zijn, maanden later. En zelfs de PvdA pakte het op, een maand later ik het vroeg, in het kerstreces. Wij vroegen om een actie, een plan van aanpak en desnoods wetgeving in deze. De regering kwam slechts met een gedragscode. Echter, de belangrijkste franchisegevers weigeren te tekenen. En dit bewijst mijn voorspelling dat een vrijwillige gedragscode geen oplossing is. En daarom overweeg ik om verworpen PVV-moties 31.3.11, 125 en nummer 126 weer opnieuw in te dienen. Want daarin roepen de regering op tot juridische kaderstelling en versterking van de positie van de franchisenemers in de precontractuele fase. Uiteraard blijven wij pleiten voor accijnsverlaging en een gelijk speelveld met België en Duitsland. Een actuele grenseffectentoets, nu steeds meer ondernemers aan de grens failliet gaan en de staat belastinginkomsten mislopen doordat Nederland steeds vaker een boodschap over de grens gaat doen. Hoe staat het met het door ons gevraagde onderzoek naar valse concurrentie vanuit het buitenland?
En dat is ooit een keer door de circuswereld zelfs aangedragen bij het ministerie van Economische Zaken 4 mei. En hoe staat het met mijn voorstel voor een mobiel postkantoor voor de oudere mensen en minder valide mensen in krimpgebieden en andere gebieden waar de postkantoren zijn weggevallen? Daar zou de minister mij nog een toezegging over doen. Dank u wel, meneer de voorzitter. En gezegende avond verder. Dank u zeer.